Dag allemaal. Hallo. Mijn naam is Has Drijver. En ik werk mee aan de film Mijn Leven in Versailles. En ik spreek daar de stem in van Roger. En Roger, die werkt in het paleis Versailles. En Versailles, dat is misschien wel, nou, het beroemdste paleis van heel Frankrijk. Olga, ik stel je voor aan mijn nichtje Violet, koningin van de hokken. Oh, en vind je het leuk in Versailles? Ik vind er geen moer aan. Oké. Hij werkt daar niet alleen, maar hij woont daar ook nog. In zijn eentje. En Roger die vindt het allemaal wel best. Die werkt daar en heeft verder niets met iemand te maken. En die zit daar lekker in zijn huisje en die doet gewoon zijn eigen ding. Tot het moment dat Violet bij hem komt wonen. En wat er dan allemaal gebeurt, dat gaan jullie straks zien. Het is belangrijk dat hier een ander bed komt te staan, dat weet u? Ja. Een kinderbedje. Ja, ja. Minder hoog. Ja. Ik vond het eigenlijk heel fijn om de stem van Roger in te spreken, want Roger, die maakt een heleboel geluiden zonder dat hij echt wat zegt. Die moet je dan ook nadoen. Dus smakken, zuchten, grommen, snurken. Vooral snurken, hij snurkt heel veel. Dat moet je allemaal ook nadoen. Wat wel mooi is in deze film, als Violet bij hem komt wonen, dan gebeurt er iets met hem. En dat kan je ook horen aan zijn stem. In het begin is hij een beetje zo brommerig. En aan het eind van de film klinkt hij anders. En ik ben heel benieuwd of jullie dat ook kunnen horen. En wat er dan anders is. Ga maar eens kijken of je dat kan horen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb genoeg gekletst. Volgens mij moeten jullie eens lekker gaan kijken naar die film. Ik wens jullie heel veel plezier. Net zoveel plezier als ik heb gehad aan het inspreken van de film. Dag allemaal. Tot ziens.